En dan. De boerenprotesten. We zagen ze net al. En ik wil daar toch wat over zeggen. Want de boeren die zijn al veel langer boos. En dan komen ze steeds weer met die trekkers en die vlaggen. En heel eerlijk gezegd denk ik dan altijd, ja, jongens, vervelend. Maar ja, dierenwelzijn, klimaat, het hele milieu gaat naar de knoppen. Dus er moet gewoon veel minder vee komen. Maar die boeren zijn natuurlijk ook niet gek. Hè? Die zijn niet zomaar boos. Dus ik wil toch graag proberen te snappen hoe het voor die boeren is. Waarom zijn ze zo boos? En hoe zijn we hier met z'n allen in beland? Nou, gelukkig heb ik heel veel vrienden en kennissen. En eens in de zoveel tijd bezorgt een van die kennissen mij een dossier om eens wat dieper in te duiken. Dus het is tijd voor de avondshow Dossierkenner! Yes! Dankjewel. Dat is dus die kennis. Oké, jeetje, dit zijn wel heel veel dossiertjes. Even kijken wat ik hier allemaal heb. Nou, ik pak er gewoon eentje. Oh, even kijken, wat hebben we hier? De 10 plagen van boer Gerard. Een reis door 70 jaar landbouwbeleid. Oké, lijkt me interessant. Laten we eens kijken hoe het boer Gerard is vergaan. Het verhaal van boer Gerard begint in de jaren 50. Kijk, hier zie je hem. Hij heeft net de boerderij van zijn vader en zijn grootvader overgenomen. Hij is een jonge vent nog. Hij heeft wat kippen, 20 melkkoeien en 2 hectare aardappelen. En sinds kort heeft hij ook een trekker. Wat een grappige muziek luisterden ze toen nog op de trekker. Leven is goed voor boer Gerard. En ook voor zijn vrouw trouwens, die toevallig Geertje heet. Gefeliciteerd, Gerard en Geertje. De jaren 50 dus. De wederopbouw is in volle gang en de Europese landen die spreken af nooit meer honger. En dat klinkt natuurlijk goed, maar let op, het betekent ook, ja, plaag 1, schaalvergroting. Minister van Landbouw Sikko Mansholt, dat is deze man, die vindt dat het efficiënter moet in de landbouw. En om de productie aan te moedigen komen er minimumprijzen voor landbouwproducten en boeren worden min of meer gedwongen tot ruilverkaveling. En als je niet weet wat dat is, dan ben je waarschijnlijk geen boer geweest in de jaren 60. Nou, de kok, het is nu eindelijk zover. De ruilverkaveling begint hier ook te draaien. En met de ruilverkaveling gaan wij op deze plaats een flinke nieuwe kavel formeren en al die kleine kaveltjes die verdwijnen. Nou, ik kan je wel vertellen, jij komt er voor een in aanmerking, een nieuwe boerderij hier achter in het veld. Maar moet ik dan het dorp uit hier? Want daar voel ik weinig voor. Ja, die is niet blij. Maar het moet, want volgens minister Sikko Mansholt is het efficiënter als boeren één grote lap grond hebben, vaak met één soort dieren of gewas. En ook onze boer Gerard die moet eraan geloven. Hij ruilt zijn aardappelvelden voor wat extra weilanden. Hij ligt er wakker van, maar hij komt sowieso niet aan slapen toe, want kijk eens. Ah, gefeliciteerd Gerard en Geertje met de kleine Gerard junior. Nou, Gerard sloopt ook het kippenschuurtje om plaats te maken voor een nieuwe grote stal. Maar eerlijk gezegd ook om de frustraties van het jonge ouderschap een beetje af te reageren. Zo'n klote schuur. Hij neemt er 30 extra koeien bij in zijn grote nieuwe stal. Het was een flinke investering, maar hij hoeft zich geen zorgen te maken. Want minister Mansholt heeft een minimumprijs voor melk ingesteld. Dus hoeveel melk je ook produceert, je kunt het altijd voor een goede prijs verkopen. Of mensen er nou opdrinken of niet. En boer Gerard kan het geld goed gebruiken, want moet je kijken. Hey, gefeliciteerd met de kleine Gerda, Gerard en Geertje. En gefeliciteerd met je zusje, Gerard junior. Hallo, welkom. De schaalvergroting werkt intussen heel erg goed. Zelfs een beetje te goed. Verspreid in koelhuizen over heel Europa ligt in totaal ruim 1,3 miljoen ton boter opgeslagen. Dat is genoeg om iedere wereldburger, van die Terkstra deel tot aan Timbuktu, 1 pakje boter te geven. En dan houden we nog over. Wow. Ik heb dan liever een Magnum, maar goed, oké, maar niet. Er wordt veel te veel geproduceerd. In heel Europa gaat het mis. Er is niet alleen een boterberg, maar ook een melkplas, een vleesberg, een graanberg en een wijnzee. Daar had Ilja Gort toen nog een huisje. Boer Gerard vindt het ook niet leuk dat zijn melk in de melkplas verdwijnt, maar hij verdient lekker en iedereen doet het, dus hij neemt er nog 10 koeien bij. En hij koopt een extra stukje land om verder te kunnen groeien. Intussen verzint de overheid allemaal trucs om die melk kwijt te raken. Alle kinderen die krijgen schoolmelk en er komen campagnes om melk aan, om mensen aan te zetten tot melkbingen. Joris Driebinder, hoe doe je dat toch? Nou, heel gewoon, hè? 3 glazen melk per dag. Ja. Wat wel een rot verhaal trouwens, want die Joris Driepinter, ja, die was lactose intolerant. Dus ja, ja die, in dit filmpje had hij ook constant buikpijn, maar hij had geld nodig vanwege een gokverslaving of zo. Maar goed, er was nog steeds te veel melk en dus
Kijk, precies. Plaag 2. Er komt een melkquotum, want de melkproductie moet omlaag. Om dit te bereiken is de zogenaamde superheffing ingesteld. Daarbij wordt de Nederlandse boer op elke liter melk die hij meer levert dan hem is toegestaan een soort belasting opgelegd van ongeveer 56 cent per liter. Ja, er komt dus een bovengrens aan hoeveel melk een boer mag produceren. En dat is best een harde klap, flapt deze boer er spontaan uit. Ja, ik heb besloten om 10 koeien te verkopen. Dat komt voor mij nog het beste uit. Al blijft het natuurlijk een flinke tegenvaller. Want het arbeidsinkomen van mij zal daardoor 13.000 gulden per jaar dalen. Waarom spreekt iedereen in de jaren 80 alsof ze in een film van Dick Maas zitten en zo snel mogelijk naar de volgende seksscène moeten praten? Maar buurman, wat een grote melkplas. Smerig. En ook voor onze boer, Gerard. Lekkere snor, ouwe. En hallo, wat zijn die kinderen al groot. Voor boer Gerard is het melkquotum een flinke strop. Want hij had net 10 extra koeien gekocht en de stal uitgebreid. En door deze nieuwe wet moet hij opeens veel minder gaan produceren. En dus minder dieren gaan houden. En dat doet hij 15 koeien weg. Om zijn omzet wat op peil te houden neemt hij er wel wat varkens bij. En misschien nog wel leuker, het eerste kleinkind. Gefeliciteerd Gerard en Geertje en Gerard junior met de kleine Gerald. Geniet er maar van, want het blijft niet lang feest. Hier, er komt de volgende. De meststoffenwet. Het wordt steeds duidelijker hoe slecht de intensieve landbouw is voor het milieu. En in 1987 komt er een maximum aan de hoeveelheid mest die een boerderij mag produceren. Voor boer Gerard is dat... Hé, is je snor weg, Gerard? Lekker. Ziet er veel jonger uit, beter. Je lijkt wel 12 of 13. Snapt alleen het publiek, maar niet uit. Voor boer Gerard... Voor boer Gerard is het veel meer werk, want hij moet heel precies zijn mestproductie gaan bijhouden. En dat is een flinke administratie. En al snel blijkt dat hij te veel mest produceert, dus te veel beesten heeft voor zijn land. En dat betekent dat hij 10 van zijn nieuwe varkens moet wegdoen. Bovendien vertrekt zijn dochter Gerda naar de stad, want die ziet ook wel dat het leven als boer steeds minder aantrekkelijk wordt. En ze heeft het wel gezien met die schuurfeesten, met dat mestworstelen. Of was dat alleen bij mijn dorp? Ik weet niet. Ja. Het wordt er dus niet leuker op voor boer Gerard. En bovendien, het is 1992 en Europa voert de McSherry-hervorming door. Heb ik laatst ook gedaan. Verplicht een glaasje naast elke hamburger. Je went heel snel. Maar McSherry was destijds de eurocommissaris die ervoor zorgde dat de prijzen van veel landbouwproducten werden verlaagd. En ter compensatie krijgen melkveehouders subsidie per koe. Dus de overheid bepaalt in één klap dat het product van boer Gerard 10% minder waard is. En die aussie van Gerard junior, die is ook niet gratis, hè? Maar goed, veel boeren waren dus boos en ze trokken, net als vandaag, naar Den Haag. In alle vroegte verzamelden de boeren uit de regio Den Haag zich in Zoetermeer. Ze hielden zich keurig aan de afspraak met de Haagse politie. Er mochten maximaal 100 tractoren de stad in om een verkeerschaos te voorkomen. 100 tractoren? Dat waren dus waarschijnlijk 99 boeren. Dat kan. Boer Gerard die gaat niet protesteren, want dat zit niet in zijn karakter. Maar hij is al 62 en Gerard junior die is door alle onzekerheid bang geworden om het bedrijf van zijn ouders over te nemen. Bovendien staan de kranten vol met berichten over zure regen. En dus is het wachten op een uitrijverbod. Waardoor Gerard zijn mest niet meer zomaar over het land mag verspreiden. En dus klinken op het boerenland weer bezorgde geluiden. Ruim 30 jaar deden de boeren het zo. Voortaan moet het op deze manier. De ouderwetse gierkar is vanaf morgen wettelijk verboden. Wat een kliedeboel. Maar boer Gerard moet dus een nieuwe machine kopen. Dat is best een duur ding. Kijk, dit is hem. De sleufkouterbemester. Ik geloofde zelf nooit in sleufkouters, maar ze bestaan dus echt, blijkbaar. Dat wist ik ook niet. Nou, om die te kunnen betalen neemt Gerard weer een extra lening bij de bank. Gelukkig heeft Gerard junior inmiddels besloten om ook in het bedrijf te stappen. En dat is maar goed ook, want er komt steeds meer administratie bij. En Gerard junior die koopt een personal computer. En daarmee doet hij de mestboekhouding voor de koeien, de mestboekhouding voor de varkens, de financiële boekhouding voor alle subsidies en leningen. En hij kan lekker eindelijk mijnenveger spelen. Ze hebben de boel redelijk op orde, maar dan ineens... De varkenswet. Ondanks het uitrijverbod wordt er nog te veel fosfaat uitgestoten. En in 1997 besluit de overheid dat de varkensstapel kleiner moet. Gerard en Gerard junior hebben nog 20 varkens en daarvan moeten er van de minister 5 weg. En dan gebeurt ook nog dit. Voor de varkensboeren van Nederland is 1997 een regelrecht rampjaar geworden. Aan het begin van het jaar telt ons land ruim 15 miljoen varkens. Maar door de pest die in februari uitbreekt, moeten miljoenen beesten worden afgemaakt. Ja.
En het wordt nog erger, want Gerard Junior komt psychisch in de knel te zitten en die raakt ervan overtuigd dat zijn vrouw een affaire heeft met Jeroen Pauw. En zij wordt gek van zijn paranoia en besluit in te trekken bij Jeroen Pauw. Dus Gerard Junior is weer vrijgezel. Nou, intussen is de varkenspest uitgebroken bij een van de buren. En dus moeten ook de gezonde varkens van Gerard en Gerard Junior geruimd worden. Zij besluiten een 100% melkveebedrijf te worden. En er komen dus geen nieuwe varkens, maar in plaats daarvan nog een paar extra koeien. Het gaat even goed op de boerderij, maar dan... Ja. Gerard Junior is na 7 jaar nog steeds vrijgezel. Vrienden geven hem op voor een gloednieuw televisieprogramma met de naam Boer zoekt vrouw. En omdat Gerard Junior geen nee durft te zeggen, doet hij mee. 10 verschillende boeren, maar over één ding zijn ze het allemaal eens. Het leven wordt een stuk leuker met een vrouw over de vloer. Dus ze zoeken een partner. Vandaag presenteren ze zich in de eerste aflevering van Boer zoekt vrouw. Er wordt nooit wat, dat programma, toch? Nee. Dat zie je meteen. De hele familie schaamt zich kapot en Gerard Junior durft in de laatste aflevering geen nee te zeggen tegen een logopedist uit Venlo die hem zo schattig vindt praten. Intussen zijn de Botenberg en de Melkplas opgedroogd. En dat klinkt goor, maar het is goed nieuws voor de boeren, want het melkquotum is dan niet meer nodig. En in 2015 komt het eindelijk te vervallen. Bevrijdingsdag, zo noemen sommige boeren deze dag waarop het melkquotum is afgeschaft. Ik ben hartstikke blij dat het quotum eraf is. Kan ik eindelijk meer melk produceren en mijn koeien gewoon de melk laten geven die ze willen geven. Ja, want de koeien werden helemaal gek van het melkquotum. Die moesten steeds dat laatste litertje inhouden. Nou, voor de bejaarde boer Gerard voelt het als een nieuw tijdperk waarin boeren eindelijk weer kunnen produceren wat ze willen zonder overheidsbemoeienis. De twee Gerards die lenen geld voor een nieuwe stal en ze zetten er meteen 15 extra koeien in. Gerard, inmiddels 85, pakt zijn gloednieuwe Beats bij Dre koptelefoon, zet Lunch Money Lewis aan en stapt goed gemutst op zijn trekker. Got bills, I got to pay. Ik kende het liedje tot vanmiddag nog niet. Een heerlijk gevoel verder. En dat heerlijke gevoel, dat duurt precies 3 maanden. En dan? In 2017 komt de overheid met het fosfaatreductieplan. Want iedereen neemt extra koeien, nu het quotum is afgeschaft. Maar na 3 maanden blijkt dat er te veel mest wordt geproduceerd en dus te veel fosfaat. En daarom moeten boeren alle koeien die ze er net bij hebben gekocht weer wegdoen. Bij boer Art Timmermans en zijn vrouw Renate zit de frustratie inmiddels hoog. Na het loslaten van het melkquotum breiden ze het bedrijf uit. De overheid gaf subsidies voor die grotere stal. Maar volgens de regels hebben ze nu zo'n 100 koeien te veel. We worden eigenlijk toch gewoon gestraft. En dus stoppen veel boeren noodgedwongen met hun bedrijf dat vaak al generaties lang in de familie is. Zou jij je kunnen voorstellen dat jij in die situatie komt? Absoluut niet. Oh, sorry. Stop maar even. Ja, zeg, die man die blokkeert het hele interview met zijn tranentrekker. Maar nee, maar het is ook echt sneu. En ook boer Gerard die moet zijn 15 nieuwe koeien weer wegdoen. Zijn gloednieuwe stal staat voor 1/5 leeg, maar zijn lening bij de bank blijft even hoog. Zijn vertrouwen in de Nederlandse overheid kan niet lager, denkt hij. Maar daar is hij hoor, stikstof. In mei 2019 bepaalt de rechter dat Nederland zich aan de stikstofregels moet houden die de overheid uit alle macht heeft geprobeerd te omzeilen. De Raad van State vindt dat de overheid kwetsbare natuurgebieden niet voldoende beschermt tegen stikstof. 180 vergunningen worden daarom mogelijk ingetrokken. Ja, boer Gerard heeft opeens geen vergunning meer omdat hij pal naast een Natura 2000 gebied zit. Zijn boerderij is in één klap illegaal geworden. Hij moet of veel minder stikstof uitstoten of zich laten uitkopen. Zijn droom om een mooi familiebedrijf na te laten voor zijn kleinzoon Gerald spat uiteen. Maar boer Gerard denkt toch even terug aan de jaren 50, toen alles nog goed was. Tot de overheid zei dat het allemaal groter en efficiënter moest. Hoe er steeds meer regels en quota kwamen, waardoor hij zich steeds weer in de schulden moest steken. Hij beseft dat hij waarschijnlijk de boerderij gaat verliezen. Het land waarop zijn grootvader ooit is begonnen. En dan ook nog eens... Oh. En nu zelf. Een nieuw televisieprogramma van Yvonne Jaspers. Bussen hierop en beginnen. Yvonne Jaspers wordt boer en begint haar eigen boerderij. Wat is je plan? Ik heb natuurlijk helemaal geen plan. Ik heb natuurlijk helemaal geen plan. Ja hoor, de buurman heeft een stuk land uitgeleend aan de KRO. Dus nu hoort boer Gerard, als hij zijn gehoorapparaat hard aanzet, steeds het stemmetje van Yvonne Jaspers.
De maat is vol. Boer Gerard, inmiddels 92, zegt zijn CDA-lidmaatschap op. Hij hangt de vlag ondersteboven en rijdt op een mooie Prinsjesdag naar Den Haag, waar zijn trekker in beslag wordt genomen door de politie. Wat een verhaal. En dit was dus het dossier van boer Gerard, maar zo zijn er nog veel meer. En ik heb ook nog lang niet alle plagen behandeld. Wat hebben we nog meer? Even kijken. Deze bijvoorbeeld. Dit is de 13 kwellingen van boer Dirk. Een reis door 80 jaar landbouwbeleid. Oh, wat een ellende allemaal. En kijk, ik vind nog steeds dat er minder vee moet zijn. Maar ik begrijp in elk geval wel iets beter hoe de boeren al sinds de oorlog heen en weer worden gesmeten door de grillen van de overheid. En tot zover. De avondshow door Sjeekebbe! Nou, dat was een heel verhaal. En ik zie ook op de klok dat we echt heel weinig tijd hebben voor de gast. En heel kort? Hoe kort? Maar het is echt een heel belangrijke gast, hè? Oké. Nou, hopen dat we het halen dan maar. Oké, dames en heren, mijn gast van vanavond reed meerdere malen onder een valse naam de Elfstedentocht. Hij stond vanmiddag nog in Den Haag, waar hij de troonrede voorlas. In zijn studietijd stond hij bekend als Prins Pils, maar inmiddels is hij uitgegroeid tot een hele meneer. Overal waar hij komt gaat het gezond verstand op slot, maar de harten open. En dat is ook wat waard. Hier is hij, koning der Nederlanden, Willem-Alexander! Oké, dat was de video. Let's go. Wat? Oh, je wil eerst de hele aflevering nog terugkijken op NPO Start? Nee, oké, dat is cool. Ik wacht hier wel even.